Arm beest. Ze vallen me ineens weer op, de eenden, in het diep tussen de ganzen in het natuurgebied en op de weg. Dus is het in de auto opletten geblazen. Het leven is, tot anders is bewezen, een eenmalig cadeau, en ik wil bij welk levend wezen dan ook niet degene zijn die het feestje verpest. Een inmiddels oud collega schreef, na een eerder stukje over mijn gedachten bij een eventuele aanrijding, dat zijn dode eend langs de weg meestal het slachtoffer is van relationeel geweld. Hij legde dat als volgt uit: Mannen vechten met zoveel inzet om de vrouwtjes dat de belaagde man het water uitvlucht, de wal op en zo de weg op en voor een auto. Hoewel het vermoedelijk was om mij op voorhand vrij te pleiten, wist ik niet goed wat te denken. Helemaal niet toen hij vervolgde, aan de andere kant worden vrouwtjes zo vaak achtervolgd door mannen dat zij het loodje leggen. Bijvoorbeeld als ze bij de paring door de woerd onder de waterspiegel wordt gedrukt. In principe kan het geen kwaad, maar als het ene naar het andere mannetje zich over haar ontfermt, kan uitputting en verdrinking het gevolg zijn. Hoe het tegenwoordig zit is mij onduidelijk, maar een aantal jaren geleden bleek er een overschot aan mannelijke eenden. Met als gevolg, als de ex-collega heibel in de tent. Als paardjes eenmaal gevormd zijn, is er echt rust en trekken ze zich terug. Het vrouwtje broedt de eieren uit en brengt de jongen groot. De woerd bemoeit zich daar niet mee, mee. Die is de hele zomer vrij. Dus luidde zijn conclusie: Als ik een dode woerd langs de kant van de weg zie, denk ik: gelukkig, een mannetje. Wanneer het een vrouwtje is, ach. That arme beast.